8 weken. Dat is wat mijn partner en ik nodig hadden om een app te ontwikkelen die binnen 2 maanden door meer dan 1 miljoen mensen zou worden gebruikt. Het moest er mooi uitzien, simpel om te gebruiken en plezier brengen. Wat begon als een goedkope versie van een andere app, Foursquare, groeide uit tot een wereldsensatie en werd 9 jaar later verkocht voor $1 miljard. Ik was toen 29. Ik werd geboren in een welvarend gezin op 30 december 1983 in Holliston, Massachusetts. Mijn vader had een topbaan bij een warenhuisconcern en mijn moeder was een marketingdirecteur bij verschillende internetbedrijven zoals Monster en Zipcar. Net als mijn moeder was ik geïnteresseerd in technologie en computers. Ik gamede veel, vooral Doom, en begon mijn eigen scenario's te ontwikkelen. Als ik dan wat had bedacht, dan probeerde ik in te breken op het AOL Messenger account van mijn vrienden. Ik was goed in het gebruiken van de nieuwste gadgets en het ontdekken van trends, maar had nooit verwacht dat mijn nieuwsgierigheid en creativiteit me zover zouden brengen. Mijn eerste bijbaan was in een zaak waar ze ouderwetse vinylplaten verkochten. Ik was gek op muziek en wilde niets liever dan DJ worden. Ik verdiepte me in alle elektronische muziek en kreeg uiteindelijk een paar DJ-gigs, dankzij wat vrienden, omdat ik nog geen 18 was. Daar ben ik. Als ik iets wil, dan doe ik alles wat nodig is om het te bereiken. Dan wil ik alles weten en blijf net zo lang oefenen totdat ik het kan. Sommigen vinden me een uitslover, maar ik zie mezelf meer als een doorzetter. Op school deed ik precies hetzelfde. En na mijn examen werd ik toegelaten op Stanford University, een van de meest bekende universiteiten in Amerika. Ik hoorde mensen vaak zeggen dat school alles bepalend is voor je toekomst. Maar ik vond het allemaal veel te theoretisch en saai. Ik vond het veel leuker om dingen te bedenken waar je elke dag wat aan had. Ik studeerde wetenschap en technologiemanagement en in mijn vrije tijd ontwikkelde ik websites en computergames voor vrienden. Voor mij was het de leukste hobby die er bestond en ik leerde er ook nog wat van. Mijn universiteit was vlakbij Silicon Valley, het grootste techgebied ter wereld. Dat was waar ik naartoe wilde. Op een gegeven moment moest ik voor mijn studie stage lopen. En kwam terecht bij Odeo, een start-up die technologie voor podcast ontwikkelde. Hier leerde ik veel meer dan op school. Zo mocht ik samenwerken met de eigenaars van het bedrijf, die een aantal jaren later Twitter creëerden. Ik maakte lange dagen, maar het voelde niet als werk. Ik wist het zeker. Dit is wat ik zou gaan doen. Maar eerst wilde ik nog meer dingen leren en ontdekken. Na mijn stage studeerde ik af op Stanford en kreeg een baan bij Google. Ik begon als product manager voor Google Calendar, Gmail, Docs en een aantal andere producten. In het begin was ik enorm blij dat ik bij Google mocht werken, maar na 2 jaar begon ik me te vervelen. Ik wilde zelf iets doen, iets cools maken en mijn eigen bedrijf beginnen, in plaats van tijd te verliezen in zo'n groot bedrijf als Google. Toen een aantal collega's met wie ik werkte ontslag nam om een eigen start-up te beginnen, zag ik mijn kans schoon om aan een nieuw avontuur te beginnen. Ik zegde mijn baan op en ging als product manager aan de slag voor Nextop. Ik wist niet veel van programmeren, maar had geluk dat ik daar veel van de coders kon leren. Als ik niet werkte, was ik thuis dag en nacht bezig met het ontwikkelen van mijn eigen app, die Bourbon heette. Het was een app waarmee je vrienden kon laten weten waar je uithing of wat je aan het doen was. Het was maar een prototype, maar ik geloofde er enorm in en het motiveerde me om een app te maken die alles zou veranderen. Ik wist zeker dat mijn nieuwe app het antwoord was voor alles wat mensen wilden met social media. Maar ik wist ook dat het alleen een succes zou worden als ik al mijn tijd erin zou stoppen en meer geld zou investeren. Het eerste kon ik niet vanwege mijn drukke baan en het tweede had ik niet. Op een dag raakte ik op mijn werk aan de praat met 2 investeerders. Ik liet ze mijn prototype zien en ze reageerden heel enthousiast. Dit gaf me nog meer energie om door te gaan. 2 weken later nam ik ontslag en overtuigde de 2 investeerders om $500.000 in mijn idee te investeren. Nu had ik bijna alles voor elkaar. Een geweldig idee, geld om het te maken en tijd. Het enige wat nog ontbrak was een team om me te helpen. Tot ik in 2010 een oude schoolvriend tegen het lijf liep, Mike Krieger. Mike was 25 jaar en had als ontwerper ervaring opgedaan met computerdesign en user experience. Toen ik hem uitlegde wat ik aan het doen was, zei hij direct zijn baan op.
maar ik hield me te focussen op de dingen die er echt toe deden, waar we goed in wilden zijn. De eerste versie van Bourbon begon aandacht te krijgen, maar het leek te veel op Foursquare, een social media platform waarmee je je locatie kon doorgeven. Onze versie was niet goed genoeg. Het was te druk en te onoverzichtelijk. We wilden niet de zoveelste app zijn die op de markt kwam. We wilden iets supercools, iets unieks, waar iedereen over zou praten. Na lang wikken en wegen besloten we om helemaal opnieuw te beginnen. In 8 weken tijd bouwden we een compleet nieuwe app die maar over 1 ding ging: foto's. Niemand van ons had ooit kunnen vermoeden hoe beroemd we zouden worden met onze nieuwe app Instagram. De naam was een combinatie van 2 woorden, Instant en Telegram. Het klonk goed en het was makkelijk uit te spreken. Natuurlijk voegden we ook andere functies toe om het aantrekkelijker en leuker te maken. Maar in essentie was het een simpel en eenvoudig te gebruiken app voor iedereen. Wekenlang bestudeerden we alles wat met fotografie te maken had. We analyseerden waar mensen over praten op social media en wat hun interesses waren. Al snel kwamen we erachter dat mensen filters het allerleukste vonden. We werkten dag en nacht om Instagram te perfectioneren en te testen bij familie en vrienden. Maar op 6 oktober 2010 was het zover. We introduceerden Instagram voor iOS Apple. Binnen een dag waren we de meest populaire gratis fotosharing app. Het werd een waanzinnig succes. In eerste instantie vooral bij fotografen die foto's deelden. Maar toen bekendheden posten dat ze onze app hadden gedownload, explodeerde het aantal gebruikers. Binnen een week hadden we er 100.000 en na 2 maanden meer dan 1 miljoen. Toen we begonnen was ik al blij geweest met 10.000 gebruikers. Maar toen we eenmaal de 1 miljoen hadden bereikt, wist ik dat we iets unieks hadden gecreëerd. Het jaar daarop groeiden we naar 7 miljoen gebruikers. En investeerders drongen aan om miljoenen dollars te investeren. Wat te gek voor woorden was, omdat we nog maar met z'n tienen waren. Het grootste bod kwam in april 2012. Toen Facebook een bod deed dat we simpelweg niet konden weigeren. Ze kochten ons bedrijf, dat we in 8 weken hadden neergezet, voor 1 miljard dollar. Een paar dagen voordat ik 30 jaar zou worden. Vandaag de dag heeft Instagram meer dan 800 miljoen actieve gebruikers, 300 miljoen dagelijkse posts, 95 miljoen foto-uploads, 4,2 miljard likes per dag en 50 miljard foto's die gedeeld zijn. Als mensen me vragen wat Instagram zo succesvol heeft gemaakt, dan vertel ik ze dat alles begint bij durven geloven in je idee, goed kijken naar wat anderen doen en vervolgens met iets veel beters komen. Iedereen kan een fotosharing site maken, maar de veelzijdigheid van onze communities is ons belangrijkste wapen. We doen er alles aan om dat te beschermen en zorgen ervoor dat mensen happy zijn met Instagram. Mijn naam is Kevin Systrom. Samen met Mike Krieger creëerde ik een van de meest populaire social media apps, Instagram.